Hey, ik ga een leuk spelletje met jullie spelen, hè? Maak de zin af. Robbie is een... K-L-O-O-T-S-A-K. Klootzak. Nee, dat bedoelde ik niet. Het is Robbie is... D-K. Dik. Sorry, Robbie. S-O-R-R-Y. Sorry. Het is weer... Prime time. We hebben het allemaal zin. En weet je nog, vroeger was ik wel eens te laat met uploaden op die dagen, weet je wel? En nog, zou ik zeggen. Oh. Welkom dames en heren, we zijn eindelijk weer terug met Road to Basha. Het is je boy aflevering 7. En er kwam dus laatst een zwarte Piet naar Ronnie toe en die zei: mag ik op de foto met jou? En toen kwam die krande selfie met 3 jeugdhelden op je beeld. En toen zei Piet: dank trainer, u heeft ons supergoed geholpen. Graag gedaan Piet. Dit is mijn tegenstander. Dit gaat helemaal niet eens over FIFA dit jongen. Raps. Harry. Piet. Maar dat doet dan met die aftrap en die gaten. Die heeft een schijnbeweging en uit ziet hoe gaat. Daar gaat in één keer door nog een... Dat is gewoon Hens. Jezus, wat is dit kut! K-U-T. Ja, leuk grapje, hè, Johan. Wilfred lacht erom, dan denk ik, dan is het niet leuk. Nee. Als Gijs zegt, dan zou ik me niet veilig voelen met 7 boze mannen omheen. Maar let's go, we trekken gelijk weer in de... aanval. Nee. Fuck you, onderaan met je kutstem. Zou zij die vriendin zijn van Mathieu, die smoker boys? Girls? Nee. Ik denk dat het de moeder van Mathieu is. 64. Nee. In ieder geval is Ivan Rakitic en die denkt, yo, die man is goed. Memphis Depay draagt graag een hoed. En mooie goals zijn vandaag in overvloed. Hier is Busquets. En ik... Ik zet hem even op pauze. Oh, what are you doing? What you doing, mate? You want some? En ik zei het toch, dit is de aflevering van de mooie goals. Het is Ivan Rakitic, wordt hier aangespeeld op het middenveld. Dribbelt een mannetje erbij. Is het trippeltje te ver van zijn doel? Ja, deze goal was echt... mooi. Dit was echt de slechtste edit ooit. Echt schaam je voor deze kutvideo. Dan maakt hij dus de 3-1 en dan denk je, er is niks aan de hand. En dat is het ook niet, want hier is Piqué het even helemaal zo. Hij is nog gewelddadiger dan Ron Cena. Oké, dan maakt hij dus de 3-2. En gaat het dan nog mis? Ja. Nee, helemaal niet. We winnen gewoon. Wanneer krijgen we ons cadeautje, vragen we? Oh ja, het is Sinterklaasavond, hè, inderdaad. Maar je kan de tering krijgen, je krijgt echt niks. Gratis. Van mij, hoor. Nee, tuurlijk niet. Ik heb wel een leuk cadeautje voor je. Een leuk boek heb ik hier en het gaat over... de secundaire achtergestelde feministische akoestiek in ontwikkelingslanden. Wat een ontzettend leuk boek, Wim. Ja, hè. En dan zijn mijn FIFA-punten op, dus vul ik een nieuwe code in. Okay. Bijna goed. En heb ik dan de FIFA-punten op mijn account? Gaat het lukken? Gaat het lukken? Ja, ik heb ze. Ja. Ja. Aankoop is voltooid. Ja. Oh, ik ga gelijk bellen. Waarom ga je bellen dan? Ik heb ze, Marij. Stoppen. Ik heb ze, ja. Ik heb al betaald alles. We zijn binnen. Van de pakketjes? Nee, voor het... Ja, voor die... Ja, lach maar, Mattie. Deze man heeft wel 5 laptops. En daarom noemen ze hem ook wel de Pussy Destroyer. En dan komt er een 50k pakket aan. Nu moet je hem voelen. Ik pek een speler van Barcelona. Ik had hem al. Turkije. Gastje. Je mag hier helemaal niet zijn. Dan ga ik weer verder. Goed zo. Ja, dan verandert dus niks aan mijn team. Want het was niet echt een geweldig pakketje. En dan kom ik tegen dit team. Oh my god. Ja, sorry. Dat was heel hard geschreeuw, hè. En dan zijn we 3 minuten bezig. Mathieu denkt, yo, ik ga liever naar binnen en pakje wegroken. In plaats van dat ik de andere 87 minuten uitspeel. Dus ik ga er maar vandoor met een rode kaart. Hey Mathieu, kijk. Deze kleur heeft je haar. En de penalty pak ik uiteindelijk met Bravo. Bravo. Maar daar is hij weer. Oké, dit gaat helemaal mis. En dan uiteindelijk tikt hij hem breed en schiet hij hem erin. Staat hij 1-0 voor. Dan gaan we zwaarder geschut inzetten. We gaan niet 1 keer hands maken, maar we doen het gewoon 2 keer in 1 seconde. En het kleine broertje van Johnny Heitinga, a.k.a. Sandro. Waarom? Hij is kaal. Niet iedereen die kaal is familie van Heitinga. Oké, wel. Hij scoort een fantastisch goaltje. Smeer je in. Met een klein beetje smeersel. En dan denkt Busquets, yo, ik ga maar ook, doei. Dat is rood. Dan heb ik nog 9 man. En dan eindigt het 1-1. En dan denkt Chiellini, prik met mijn neus. Ik speel 1-1 gelijk. En als je dan eerlijk bent, verdien ik geen pakketje. Maar ik bedoel, als je de rekening mee houdt dat ik heel de wedstrijd met 10 man en heel lang met 9 man speelde, dan is 1-1 gewoon een overwinning natuurlijk nog. Dus we openen gewoon een pakketje. Deze keer knallen we hem op je beeldscherm. Het is geen slecht effect. Het is een Duitse centerback. Fire Busquets, het is je boy Boateng. Ik ben trouwens op zoek naar 2 manboobs. Wie heeft ze dan? Ja, ik heb ze. Arme jongen, ik heb geen idee wie het is. En dan moet ik even zoeken op de markt, maar ik heb ze. Ja. Iniesta. Ik ben op zoek naar 3 vetrollen. Heb jij ze gezien? Ja, ik heb ze. Ja. Even serieus, vent. Ik hou van je, sorry. S-O-R-R-Y. Sorry. Ja, dan zit ik dus met 2 rode kaarten. Dus gaat mijn team van dit naar dit. Compleet naar dit. Ik gebruik geen vleugelspelers meer. Want die hebben ze niet zo goed op bij Barcelona. Ja, eigenlijk wel. Maar Messi en Neymar zijn best goed. Maar ja, ze zijn ook best duur. En ik hou heel erg van gratis. En dan speel ik tegen dit team.
Ja, dat is rood. Yes, lekker hoor. Maar chips on point, hè? Wie heeft er nog meer altijd de chips on point? Ja. Bruh. Ik kwam er echt niet doorheen gebeukt deze wedstrijd, maar... Oh. Rekker niet, scoort die penalty. Maar ja, hier speelt hij me helemaal compleet zoek en dan schiet hij er fantastisch in. En check ook wie er scoort en volgens mij is het de grotere broer van Dungu. Mis kinderen kutbaksels dat jullie zijn. Oh, ik zie het al, het is de grote broer met dyslexie. Oh shit, hier kwets ik mensen mee en dan is het niet leuk. Nee, dat is waar. Oké, ik werd weer onderuit geflikkerd. Rakitic maakt de penalty. Hij maakt hem weer een gelijk. En zo moeten we nog uitkijken dat we deze wedstrijd niet gaan verliezen, want Lavezzi is door, maar Piqué denkt... Piqué is echt een beul. Oké, en dan spelen we ook deze wedstrijd gelijk. Maar als je rekening houdt met het feit dat we 80 minuten met een rode kaart hebben gespeeld. En dat Dungu tegen zijn grote broer speelde. Waarbij je dus rekening moet houden met het feit. Pakketje. En het is weer een speler van Bayern. Het is je boy Philip Lahm. Ook hij is flink wat waard. Raul heeft een... Dan spelen we nog een potje tegen deze gasten. Zeg dit trouwens, hè. Benzema maakt hier een goal. En Ronaldo denkt... Waarom scoor je tering op? Ik wil scoren. En Benzema scoort 1-0. Tering op, ik wil de scoren. En dan scoort de 2-0. Doei. Maar als je rekening houdt met het feit dat ik tegen Benzema speel. Pakketje, en dit pakketje krijg ik. Meer een speler voor Bayern, het is in vorm. Martinez. Jammer dat hij nog minder waard is dan Lahm en Boateng. Ondanks dat hij in vorm is, maar ja, pace. Dus wie heeft de 3 spelers van Bayern gepakt? Ja, ik heb ze. En wie wil dat ik meer ga uploaden? Ja. Dat ga ik niet doen. Trouwens een leuk filmpje, wil je die zien? Ja. Zo enthousiast, eten ze schot vanaf de middenlijn op de lat. Oh. Ik heb hem echt al 100.000 keer laten zien, maar elke keer als ik hem zie, het is mooi. Het is zo mooi. Ik wil zeggen, het wordt mij gewoon even te veel. Ja, te veel, hè? Doei.